Ik bedoel, een man die zegt dat je meer moet shoppen dan je eigenlijk zelf bedacht had. Het is hier echt zo mooi. Schansehoek. Ik heb echt het gevoel alsof ik dit ook naar een begrafenis aan had kunnen trekken. Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag en het is 8:15. Tuur is de deur uit, hij is naar zijn werk. En ik ga aan de slag met het editen van een vlog. Ik heb mijn geurkaars, ik heb mijn kopje gemberthee, ik heb mijn MacBook en ik heb er zin in. We zijn inmiddels een half uur verder en ik was dus heel even afgeleid door mijn video. Ik dacht, oh, ik moet nog kijken of we bij IKEA alweer kunnen bestellen. Dus ik ging heel even naar IKEA.nl en blijkbaar kun je dus nu weer bij IKEA bestellen en ophalen. Dus... Yay! Ik ging mijn bestelling, dat al heel tijd in mijn winkelmandje zit, maar wat ik niet besteld heb, omdat het 50 euro is om te bezorgen en dat vind ik echt veel te veel om te betalen. Ik dacht, ik ga nu bestellen en toen wilde ik nog even mijn bestelling aanpassen. Ik had het tijdvak al gekozen, morgenavond. Maar goed, ik dacht, ik pas nog heel even iets aan, ik voeg nog even iets toe en toen ging ik terug en toen bestelde ik en nu moet ik het morgen om... 12:30 komen halen en dan moet u werken. En ik kan echt geen kasten tillen. Maar je kunt het niet omzetten. Het enige wat ik kan doen is nu nog een bestelling plaatsen en dan deze annuleren. En dan krijg ik binnen 2 weken mijn geld terug. Maar ja, dit is wel een klein beetje een dingetje. Oké, laten we met het positieve nieuws beginnen. De zon is gaan schijnen en de wereld ziet er nu nog mooier uit. Negatieve nieuws. Ik heb die bestelling moeten annuleren. Want ik kwam erachter dat ik zelf morgen ook helemaal niet kan om 1 uur. Omdat ik dan de 22 weken prik, de kinkhoestprik moet halen. Dus ja, ik heb hem maar geannuleerd. Als het goed is, zou je dan over 2 weken je geld terugkrijgen. Of in ieder geval binnen 2 weken. Alleen nu staat er dat de annulering mislukt is. En dat ik moet bellen met de klantenservice. En ik heb het afgelopen uur al 6 keer gebeld. En iedere keer word ik er dus uitgeknikkerd omdat ze vol zitten. Omdat er geen lijnen beschikbaar zijn. En ik heb het nu ook al via Twitter geprobeerd. Ook al een tijdje geleden. Ook geen reactie. En uiteindelijk komt het heus wel goed. Maar ik vind het gewoon... Ik ben er nu gewoon de hele tijd mee bezig. En dat is irritant. Maar het is absoluut niet het allerergste van de hele wereld. Maar ik wil gewoon mijn 300 euro terug. Dat lijkt me niet meer dan normaal, want ik heb al wel mijn tweede bestelling geplaatst. Ja, als ik op Twitter kijk, dan is de klantenservice van IKEA op dit moment een klein beetje overdonderd. Dus ik denk niet dat ik heel veel kan verwachten vandaag. Beter nieuws, HelloFresh is gekomen. Ze zouden eigenlijk gisteren komen, maar dat is niet gelukt. En nu stonden ze ineens voor de deur. En dit pakketje, dat zou eigenlijk pas over 2 uur komen, precies als ik bij de boekhouder was. En dat is nu ook al gekomen. En dat zijn 2 leggings van Lululemon die ik besteld heb. Ja. Ik draag niks anders meer dan leggings van Lululemon. Dus ik dacht het is wel goed om dan wat verschoning te hebben tussendoor. En ik wilde er eigenlijk maar 1 bestellen. Maar Tuur zei, oh, bestel ze gewoon allebei. Ja, en als Tuur dat dan zegt. Ik bedoel, een man die zegt dat je meer moet shoppen dan je eigenlijk zelf bedacht had. Nou, dat is wel een goede reden om te bestellen. Toch? Oké, ik heb een van de leggings aan. Dit is de groene, zoals je misschien kunt zien. Hij is een maatje groter dan normaal, omdat ik dacht, ja, misschien straks met die buik toch wel fijn om een maatje groter te hebben. Hij zit op zich wel goed, maar ja, hij zit wel wat losser bij mijn billen, wat natuurlijk ook logisch is. Dus ik weet nog niet zeker of ik deze maat hou of dat ik hem terugstuur. Ja, ik ga alleen nu heel snel even naar de boekhouder in deze legging en als ik dan... terug ben, dan maak ik een beslissing. Oké, I made it. Maar het was echt een helse tocht. In Den Haag is gewoon echt de sneeuw totaal niet weggehaald. Ik had het gevoel alsof ik door een wintersportdorp reed. En mijn auto is best wel laag. Dus ik had het gevoel dat mijn voorkant echt de hele tijd door de sneeuw moest. En achter me reed een Nissan X-Trail. Dat is een beetje wat hogere auto. En ik had echt het gevoel alsof hij mij voorbij wilde. Dat hij vond dat ik te langzaam ging. En hij zat ook super dicht op mij. Maar ik gleed alle kanten op. Ondanks mijn winterbanden. En ik voelde de hele tijd die onderkant zo tegen de sneeuw aangaan. Dus ik ging echt niet harder.
Maar goed, we made it. Ik ga nu naar de boekhouder toe. Ik ben maar 1 minuut te laat. Oké, I'm back. Dat duurde niet zo lang. Alleen deze Dumbo heeft de USB-stick met alle informatie in de laptop laten zitten. Dus ik heb nu alleen de hardcopy en niet de USB-stick. Maar die ga ik nu maar opsturen. Want dit was nu 45 minuten rijden heen. Ik moet nog terug. Dat ga ik nu nog een keer doen. Tuur en ik zijn aan het wandelen. Dit is de beste helling uit de Vogelwijk volgens mij. Want het is hier nogal druk. Tuur heeft bepaald dat het nog een beetje te heftig is voor Olly volgend jaar. Ja, ik knalde dus met zijn rug tegen die boom. Auw. Heel hard. Ik kijk dit jongetje gewoon. Maar je mag eigenlijk geen andere mensen filmen, hè? Zonder toestemming. Dus dat doen we ook niet. Nee. Zullen we gaan wandelen? Ik heb geen handschoenen aan. Oké. Okay. Ik vind het ook een beetje te spannend worden hier zo. Een echte slee werkt toch echt het beste, hè? Een oude auto. En onze videograaf, Jorrit Ooyen, die vroeg net of we morgen hardloopvideo's op konden nemen op de baan. Maar de baan, dat is dit. Dat noemen we op dit moment Tial. Goedemorgen, goedemiddag. Ik heb net de 22 weken prik gehaald bij het consultatiebureau. 22 weken prik, voor degene die dat niet weet, dat is de kinkhoestvaccinatie. Als Olly gewoon na 37 weken geboren is, hoeft zij deze niet meer te halen. Het is hier wat. Dus dat betekent dat je kind de eerste vaccinatie bij 3 maanden over kan slaan. We zijn heel veel uren verder. Het is inmiddels 6 uur. Ik heb eten gemaakt. Parel couscous met courgette en garnalen. Vanavond hebben we live Q&A. Dus we gaan nu even 1 aflevering van een serie kijken. En dan vanavond gaan we de live Q&A doen. Tuur heeft nogal een zware werkdag vandaag, want hij moest gewoon vandaag de hele dag op school werken. En toen daarna moest hij nog schema's maken voor Have a Good Run. En hij moest tussendoor ook nog een klein beetje hardlopen. Ja, dat wilde ik graag. Ja. Op de loopband. Dat is best wel lastig trouwens. Ik ben dat niet zo gewend. Maar ik deed kwartier warm-up. En toen 5 keer 5 minuten op 17 per uur. Maar ik ben niet zo gewend om op een loopband te lopen. Goedemorgen, ik heb echt een super slechte nacht gehad. Ik snap nu wel waarom baby's een beetje huilerig worden na zo'n vaccinatie. Want deze volwassen vrouw wilde vannacht ook echt huilen. Mijn arm is echt bizar stijf. En vooral als ik lig is het echt niet te doen. En ik kreeg ook een beetje keelpijn, een beetje misselijk van de pijn, hoofdpijn. Het gaat nu gelukkig beter, maar ik herinner me net dat ik net paracetamol op heb. Dus waarschijnlijk heeft dat er ook iets mee te maken. Maar zo'n vaccinatie, als het voor mij al niet zo heel prettig is, dan lijkt het me voor een klein kindje al helemaal niet prettig. Dus ik ben blij dat ik het heb kunnen nemen. Oké, ik heb de hele dag eigenlijk in bed gelegen. Ik had echt mega koppijn. Maar het gaat inmiddels beter en we zijn buiten. We gaan foto's maken en video voor Have a Good Run. Het is zo mooi hier. We zijn nu in de Ganzenhoek. En het is echt net alsof ik op wintersport ben. Echt een cadeautje. Echt een cadeautje. Oh, moet ik ook al lopen? Nee, je ging toch ook niet eerst stellen op mij? Met muts meer? Ja, is leuk. Ja. Actie! Actie! Muts zit goed! Het is hier echt zo mooi. Het is een Ganzenhoek. Bij mij in deel. Gaan we doen? Gaan we een stukje teruglopen? Een locatie zoeken toch? Locatie zoeken, oké. Okay. Ik wil het anders doen als je op vlog aanstaat. Wat zeg je? Het wordt altijd anders als de vlog aanstaat. Wordt het anders? Ja, dan moet ik altijd wennen aan. Oh, je moet gewoon jezelf zijn, dat is het belangrijkste. Ik moet ook even vlogcursus hebben. En jij? Hoe ga jij ermee om? Ik? Oh, dit is mooi trouwens. Dit beeld.
Zo. Tuur en ik hebben de wintersportervaring even compleet gemaakt. McDonald's. Raadsels, maar met chocolademelk. Zo, dat was lekker, ja. Ik heb een chocolademilkshake. We moeten iets ophalen bij IKEA. Waar moeten we zijn? En over 25 minuten. Oh ja. Als we naar huis zouden rijden, dan zouden we eigenlijk meteen weer weg moeten. Dus nu hebben we 25 minuten hier zo. Zal ik nog kijken naar de supermarkt? Oh ja, die is hier toch? Ja. Een slokje? Lekker. Oh, het is heel koud zeker. Dan doe je toch je stoelverwarming weer aan. Oh ja. Wij zijn weer terug van IKEA. Dat was echt super goed geregeld. Toch, Tuur? Ja, dan was je echt in... 10 minuten waren we... Laat het altijd zo zijn. Ja, als dit IKEA vanaf nu is, dan zeg ik... Top. Je moet alleen de klantenservice niet willen bereiken. Dat is niet zo handig. Je bent een parkeergarage in. Ja. Je zei je bestelcode. Ja. Je moest op een stoel gaan zitten. En... binnen 3 minuten kan iemand met een car aanrijden met al jouw spullen. Jij rijdt het zo in je auto, want je stond in die parkeergarage. Ja. We hebben onder andere deze kartonnen dozen besteld. We hebben ook een kast gekocht en die kast komt hier te staan. Die trampoline gaat dus weg. In ieder geval uit de woonkamer. En daar kunnen we die dozen daaronder in die kast zetten. En daar kunnen we dan documenten in bewaren. Want we hebben extra opruimruimte nodig. En als ik het dan over documenten heb, dan heb ik het over een hele stapel met tijdschriften waar ik in heb gestaan en die ik dan bewaard heb, maar die dan waar ik vervolgens niet weet waar ik die moet laten. Ah ja. Dat soort dingen. Dus niet? Nee, ik ga daar niet mijn paspoort bewaren, ik ga daar niet mijn bankgegevens bewaren. Oh, dan weet je de boeken niet waar ze moeten zoeken. Moeten ze daar even niet zoeken? Ja. Natuurlijk kreeg dit van een collega vandaag. Heel leuk, wat Sander. Dat de schoonmoeder haakt, toch? Ja, ja, ja. Het is een rammelaar, toch? Zo die leuk. Die heeft nog op 8. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik kreeg gisteren dit jurkje binnen dat ik besteld heb bij Serafine. Het is een Engelse webshop met allemaal maternity kleding. Dit is dus een jurkje waar mijn buik in past, maar ja, ik heb het kaartje eraf getrokken omdat ik geen zin heb om het weer helemaal terug te gaan sturen. En misschien staat het beter als ik wat make-up op heb, maar ik heb echt het gevoel alsof ik dit ook naar een begrafenis aan had kunnen trekken. Dat had ik natuurlijk ook wel kunnen weten toen ik het plaatje zag, maar op het plaatje zag hij er wel heel erg tof uit, vond ik eigenlijk. Maar nu vind ik hem, ja, best wel heel erg... deprimerend eigenlijk. Het helpt ook niet mee dat ik geen make-up op heb. En het helpt ook niet mee dat mijn kaak weer wat acne vertoont. Of het zijn mondmaskers, of het is mijn jas. Ik zit natuurlijk nu heel vaak helemaal in mijn jas verzonken tegen de kou. Of het zijn hormonen. Maar mijn hormonen lijken eigenlijk wel gewoon heel stabiel te zijn. Dus ik denk dat het met mondmaskers en mijn jas te maken heeft. Want... met wintersport heb ik ook altijd last van mijn kaak, buisjes en zo. En dan krijg ik ook hier buisjes van mijn helm. Oké, ik heb een productieve ochtend gehad en nu is het tijd voor een kleine lunchwandeling. Want wegen is ook belangrijk en als de zon schijnt is dat een stuk makkelijker. Het is echt kouder dan gisteren. Komt denk ik door het windje. Maar het is alsnog... heerlijk. De sneeuw begint nu wel een klein beetje van ijsbaan te worden trouwens. Dus ik ben heel goed aan het opletten waar ik mijn fietsen neerzet. Vandaar dat ik ook even niet in de camera kijk. Ik heb een theetje gehaald en een broodje bij Joe and the Juice. Die heb ik nu ook al op. I made it back home. Ik heb onderweg ook nog even een kleine pitstop gemaakt bij de bakker. Voor een taartje. Een carnavalstaartje. Het is een Christoffel taart. En onze bakker zit op Instagram. Ook op TikTok trouwens, maar ik zit niet op TikTok. Dus ik zie alles via Instagram. En iedere ochtend deden ze hun specials. En vandaag hadden ze dus dit taartje als special. Dus ik moest eventjes naar de bakker
om dit taartje te halen. Want ik had er echt de hele dag, denk ik, er al aan. Anyway, mooi moment om de vlog af te sluiten. Zodat ik hem nog voor het weekend kan editen. Zodat jullie er nu naar kunnen kijken. Dankjewel voor het kijken. En tot volgende week bij weer een nieuwe vlog.